Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je nou ILS of misschien wel iets anders kunt instellen op jouw telefoon. Dus wat bedoel ik daar nou mee? Jullie hebben laatst dit filmpje gezien op mijn Instagram. Dit laat ik nu dus even zien. Nou, wat ik daarin dus doe is eigenlijk met mijn telefoon knopjes gebruiken om te zeggen van hey, met deze klik zet ik blauw aan. En nu zul je denken van ja, dat kan toch ook gewoon als je op de J drukt. Ja, dat klopt. Maar het is maar wat je leuk vindt. Dus mensen vonden het in ieder geval heel gaaf. Ik gebruik het zelf niet voor singleplayer. Ik gebruik het wel voor 5M. Omdat ik dan ook mijn stuur en zo gebruik. En singleplayer ook wel. Maar ja, goed, daar heb ik de telefoon allemaal niet zo voor. Dus in ieder geval, ik ga nu laten zien hoe ik nou ILS instel. Daarbij ga ik wel een paar dingen zeggen. Ik ben geen helpdesk hiervan, zeker niet. Want ik heb zelf ook hulp moeten krijgen van Touch Portal, de eigenaar. Hun hebben ook een Discord, daar zal ik een linkje van in de beschrijving zetten. Dat was mijn helpdesk, dat is gewoon een Nederlandse helpdesk. Het is ook van een Nederlandse maker, dus zoals je ziet, het is er ook allemaal Nederlands. Ga er even vanuit dat je de app zowel op je PC, hier zo dus, als op je telefoon download. Dat is allereerst wat je moet doen. Je connect ze samen en dan komen we hier uit. Nou, stel je wilt dit is even voor mij nieuw. Je maakt hier een nieuwe aan, ja, nieuwe pagina noem je bijvoorbeeld test, oké. En zoals je ziet, die komt dan hier te staan. Voor nu ga ik even naar C-missen. Die knop heb ik daar al neergezet. Dat is voor mij, en daar hoeven jullie verder niks mee te doen. Ik heb het de C-missen genoemd. Dat is een naam van een ambulance bijvoorbeeld. Nou, wat willen we nou doen? Ik wil bijvoorbeeld instellen dat ik met een bepaalde knop tot ik blauw krijg. Tot mijn sirene knop dus. Of mijn sirene knop inderdaad. Of mijn blauwe zwaarlicht knop. Of oranje of groen. Nou, stop voor kan trouwens ook. Alle knoppen die je op je toetsenbord hebt voor ILS kun je hier gebruiken. We gaan er een paar maken en ik ga je laten zien hoe dat kan. Nogmaals, ik zeg daarbij, lukt het niet, lukt het connecten met je telefoon niet, had ik ook, is een gedoe. En daar heb ik hulp gekregen van de eigenaar van deze app. En ik weet bijna zeker dat hij dat ook wel doet als jullie gewoon normaal je probleem uitleggen in de Discord. Maar voor nu laat ik dus zien, als je beide hebt geconnect, hoe je je ILS kunt instellen. Dus we beginnen hier. Je ziet deze vlakken, die kun je aanpassen. Hè? Kijk, ik wil bijvoorbeeld zoiets doen. Nou, ik wil zoveel of zoveel. Nou, het is geloof ik max. Nou, 4 kan ook. Hè. Kijk, maar ik doe het even zo. Linksboven wil je. Weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat op het Honak kastje is geloof ik eerst sirene. Nou, maak er niks uit. Dan zie je hier allemaal dingen. Je kunt dus ook Twitch, Twitter, Streamlabs, OBS, OBS, noem maar op. Allemaal instellen. Ik focus me nu echt puur op het feit dat ik ILS wil koppelen. Het is dus niks anders. Ik kan ook niet zeggen hoe koppel je dit of dat of zo. Weet ik allemaal niet. Moet je zelf achterkomen. Het is ook geen hogere wiskunde, maar ik merk dat mensen het toch moeilijk vinden. Wat ik ga doen. Input. Hier zo. Daar klik ik op. Keypress. Dat wil je eigenlijk doen. Nou, blauw bijvoorbeeld. Dat is de J. Klik je één keer op de J. Toevoegen. Wat je dan doet, je noemt hem geen titel. Je kunt hem blauw noemen, bijvoorbeeld. Maar wat je dan dadelijk gaat zien, is als je een icoontje pakt, dat hij dan ook zo, tot dat blauw overeen staat. Dus je kunt best blauw zeggen. Verander pictogram via bestanden. Die moet je hebben. Wat ik nu even laat zien is... Niet kijken wat ik hier allemaal op heb staan. Ik heb geen vieze dingen of zo, als jullie dat denken. Helemaal niet zelfs. Ik moet hem even zoeken. Waar had ik ze ook alweer neergezet? 5M foto's hier zo. En dan... zwaarlichten. Kijk, ik heb hier allemaal icoontjes. Zijn best lelijk. Zeker de groen. Die heb ik net heel snel zelf gemaakt. Hadden blauw gezegd. Dus zwaarlicht. Die heb ik geselecteerd. Hoe je aan deze knopjes komt. Zoeken. Googelen. Noem maar op. Maak ze zelf. Ben origineel. Ik kan ze niet geven. En het enige wat je dan doet is opslaan. Nou, die heb je daar al staan. Als ik nou op mijn telefoon kijk. Hoppa, daar staat hij ook. Dat kunnen we niet zien. Maar hij staat er wel. Ik refresh hem. En hij staat er. Nou, volgende knop.
keypress. Ik zeg sirene, dat is de G natuurlijk. Hoppakee. Je wilt verander pictogram via bestanden sirene opslaan. Volgende, ik wil groen. Dat is ja, dat is weer een andere. Dus we pakken oranje wel even. Oranje is vaak K of L. In dit geval bij mij meestal de L. Moet ik je eerlijk maar zijn, de ene auto is L, de andere auto is K. Nou, verander pictogram via bestanden. Dus je kunt ze doen waar je wilt, hè. Oranje. Opslaan. Hier kan ik zeggen van ik pak toch maar even groen. Stel dat groen nou had ik nog K. Stel dat groen toch K bij jou is. Verander pictogram. Groen. Hoppakee. Kijk hoe lelijk die is. Hoppa. Mooi man. Nou, wat kun je nog doen? Ja, je kunt bijvoorbeeld zeggen type text. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Ik ga het gewoon zelf ook met jullie even uitproberen. Test 1, 2, 3. Ja, daarbij wil ik dan de pictogram toch weer oranje bijvoorbeeld opslaan. Nou, kijk eens aan. Zoals je ziet, hier staat blauw. Ja, ik vind het dus niet heel mooi. Maar ja, het is maar wat je wilt. Als ik nou mijn telefoon refresh, dan heb ik daar één keer blauw. Ik zal een screenshot maken en een beeld laten gaan. Een screenshot van mijn iPhone en natuurlijk dit icoontje. Nu gaan we eens naar Word en wat ik daar dus kan laten zien is wat eigenlijk het effect is. Het hele simpele effect. Ik hou mijn handen van mijn toetsenbord, jullie moeten me op mijn woord geloven. Ik druk nu op de knop blauw. Ik druk nu op de knop sirene. Ik druk nu op de knop oranje de eerste. Ik druk op groen. En ik druk op die oranje met test 1, 2, 3. Zien jullie? Ik ga nu heel snel. Zo snel kan ik niet typen zoals jullie zien. Ik kan niet zomaar test 1, 2, 3 zo heel snel typen. Zo, er gebeurt van alles. Dit is dus allemaal het effect wat ik gewoon met mijn telefoon op dit moment doe. En als je dit in game doet, dan snap je. Stel ik zeg, ik zit nu in game en ik krijg een achtervolging. Blauw erop, sirene erop. Had ze flats klaar. In het echte leven heb je natuurlijk, als jij in een politieauto zit en je drukt op de knop voor sirene, tot blauw en sirene in één keer aangaat. Dat is hier natuurlijk niet. Dit is gewoon een leuke toevoeging die je op je iPad, die je op je iPhone, op je Samsung, op je Huawei, noem maar op, gewoon allemaal kunt doen. Het is gratis, je kunt er ook geld voor betalen en dan krijg je geloof ik voornamelijk veel meer knoppen hier. Zoals dit, maar ja, ik zou niet weten hoeveel knoppen je nog meer nodig hebt. Je kunt hier dus van alles doen, hè? Noem maar op. Ik ga gewoon eens met jullie meekijken. Navigatie, je kunt natuurlijk zeggen ga naar page. Ik kan, dat heb ik namelijk ook gedaan. Ik wil nu met één simpele knop wil ik naar de testpagina. Nou, en je kunt ook pictogrammetjes pakken via de icon pack. Stel nou ik wil met het telefoontje naar de testpagina opslaan. Telefoontje verschijnt hier en verschijnt dus ook op mijn telefoon. Ik druk daarop en ik zit nu op mijn telefoon in de test. Pagina, zoals je hier ziet. Daar zit natuurlijk niks in. Hier kun je ook weer dingen doen. Hoe wil je nou bijvoorbeeld zeggen, ik wil van deze, hier ben ik mee bezig, en ik wil zonder dat ik met mijn telefoon gebruik naar de test gaan, omdat ik daar ook iets heb, dan moet ik je heel eerlijk in zeggen, ik ben er niet achter gekomen hoe dat kan. Daarom heb ik deze knop, kijk maar, die gaat naar de main. En met main krijg ik main, waar ik echt al mijn dingen al goed heb geïnstalleerd. Het is dus niet moeilijk. Het moeilijkste is vaak het, hoe heet het, zeg eens even, ik moet er zelf, ja, het koppelen. En dat is geloof ik ook niet zo moeilijk, maar ik kreeg het niet gefixt. Omdat mijn firewall Java blokkeerde of zoiets. Hoe fix je dat nou? Ja, daar moet ik jullie dus echt verschuldig in blijven. En dat heeft iemand van TouchPortal gewoon bij mij gedaan op mijn PC via een soort van TeamViewer. Dat was gewoon like AnyDesk. Dus voor nu hopelijk dat jullie lekker met ILS kunnen spelen. Ik ben nogmaals geen helpdesk, maar ik denk dat jullie redelijk ver zijn gekomen met deze tutorial. Zijn er nog andere vragen? Stel ze gerust, hè. Maar als het echt van kun je het niet even voor mij doen, of waar vind ik die icoontjes, of ik het lukt me niet, dit dat. Ja, je mag altijd vragen, maar ik ga er waarschijnlijk niet op reageren. Voor nu bedankt voor het kijken. Shoutout naar TouchPortal, zeker aanraden om die te downloaden. En nogmaals, ik weet niet of ik het in het begin al had gezegd, je kunt er natuurlijk ook een Streamlab of hoe heet dat ding, zo'n apparaatje kopen, maar die zijn super duur, die zou ik zeker niet voor alleen ILS kopen. En je kunt hier ook gewoon internetpagina's, hè. Je kunt er van alles doen, wat ik zeg, met deze knop, eens even spieken, ik neem aan dat dat dit is, geen idee wat het allemaal is, gewoon zoek het eens uit. Kun je gewoon zeggen, op één simpele knop op je telefoon, open de YouTube ofzo. Je kunt er van alles mee. Heel veel plezier ermee en hopelijk heb je iets gehad aan deze tutorial.